EFSA Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door administratiekantoor Van der Meer en ipcamshop.nl. Woon en werk veilig met onze beveiligingscamera's.
Ja, ben je matchwinner. Allereerst, ja, laten we maar even gewoon bij de goal beginnen. Wat is een heerlijke goal. Omschrijf me eens. Nou, het is moeilijk om te schrijven. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zag komen. Maar ik dacht, ja, dat is gewoon die moment, die kans en die moet sowieso erin. Ja, en die is al gebeurd. Ja, jullie gaan vandaag naar de Krom, naar Katwijk. Dat is een ploeg die al 16 wedstrijden op rij hier ongeslagen was. Met welk gevoel ga je hier dan aan het begin van de middag heen? Ja, je weet dat je gaat gewoon voetbal is te spelen. En met alle respect, we wisten wel dat we gingen gewoon tegen hele goede tegenstanders spelen. Maar ik denk dat we deden heel goed als team. We wisten precies wat we moesten gewoon doen. Met z'n allen. We waren wel zakelijk. Het moment dat we konden gewoon ook heel goed voetballen. We waren gedoe. We hebben niks gegeven. En ja, tot die laatste seconde gewoon geloven gewoon. We konden gewoon de 3 punten. Anders kan je niet winnen. Ja, ik stond hier net met je collega van de tegenstander, Robert Suzanne, die zei, ja, we hebben gewoon niks gecreëerd eigenlijk. Dus dat is misschien wel een gigantisch compliment naar jullie als verdediging bij Lisse. Ja, ik denk dat vandaag en afgelopen weken zijn we heel goed bezig met z'n allen te werken. Niet alleen aanvallen gezien, maar ook verdedigen gezien. Ik moet zeggen, dat betekent ook heel goed, maar dat betekent niet dat Katwijk gewoon iets minder. En dat ze speelden ook een goede wedstrijd. Maar ja, dat is gewoon ook voetbal. Nou, jullie leken ook het veld af te stappen met 1 puntje. Volgens mij waren jullie daar heel tevreden mee. Dan zijn die 2 punten die jij er extra bij komt misschien wel des te lekker. Nee, ik denk dat gevoel had ik echt niet. Je wil gewoon wel zo zakelijk zijn. Je weet dat het staat gewoon 19 minuten, het staat nu 0. Dus je wil gewoon geen kleine foutjes maken. Wat is wel een balsituatie dat, ja. Door barpolies gewoon in de midden of zo kon gewoon 1-0 kosten. Maar toch had ik echt niet het gevoel dat de speelde om voor die gelijkspel. Dan kan je ook zien een bepaalde actie. Dat we kregen gewoon die bal, we gingen gewoon snel schakelen. Dus ik denk dat de 3 punten zijn meer dan verdienen, vind ik. Ja, dan maak jij die winnende goal. Ik had altijd het idee dat jij nog 10 minuten aan het rondrennen bent geweest naar het doelpunt. Ik denk dat zou kunnen. Maar ja, dan krijg je zo'n kick van adrenaline. Dan kan je gewoon nog 30 minuten spelen, denk ik. Ja, nu in de bus dan terug. Extra rondje om de rotonde om dat goede gevoel in die bus maar vast te houden. Nee, gelukkig gaan we wel die uit naar huis. Dus het zou wel leuk zijn met de bus naar Lisse te gaan. Maar ja, we moeten ook gewoon realistisch zijn. Er zijn 3 punten meer. We moeten niet groter maken dat er wat het is. Volgende week moet je ook gewoon goed maken, anders heb je ook niet zoveel aan. Dus belangrijk wel gewoon, we kunnen gewoon aankomen 2 weken gewoon zoveel mogelijk punten pakken. En gewoon humble blijven met je voet gewoon op de grond. Vandaag heb je ook niet anders gaan dan vorige week of 2 weken geleden. Dus dat betekent niet dat nu zijn we gewoon safe of gaan we gewoon iets anders moeten doen. Dus dat moeten we gewoon in de groep gewoon ook duidelijk gewoon zeggen. Nou, geniet er nog even van en op de volgende week. Ja, dankjewel.